Welkom bij Gouwe Stad Informatief. Herman Buurman is fotograaf van mensen en gebouwen, maar ook van badkuipen en eten. Hij is in de studio om te praten over het project waarmee hij al lang bezig is, het fotograferen van Gouwenaars op hun favoriete plek in Gouda. Al meer dan 50 portretten maakte hij en het einde lijkt nog niet in zicht. Herman, hoe ben je in dit vak terechtgekomen? Via de kroeg? Nee, niet via de kroeg. Ik ben eigenlijk een aantal jaren vrijwilliger bij Charlotte geweest. Eerst daar in de barcommissie gezeten, dus toch een beetje een soort kroegachtig. En er werd toen een fotogroep opgesteld. En bij Charlotte vroegen ze van, joh, jij vindt het wel leuk om te fotograferen. Zou je in de fotogroep willen? En daar ben ik mee begonnen met foto's maken van de dijk, de scene. Uit die tijd zo'n beetje. Hans Teeuwen en zo. Met optredens die daar gefotografeerd. Traden allemaal daarop ja. In Sowot. Sowot was begonnen in welk jaar ongeveer, weet je dat? Dat bestaat al zo'n 50 jaar. Dus, echt waar? Ja. En dat was voor studenten of mogen ouderen daar ook komen? Sociëteit. Ja, ouderen mogen ook komen. Je moet er lid van zijn en dan kon je daar naar binnen. En ja, zo ben ik met fotografie begonnen. En op een gegeven moment vond ik het dusdanig interessant. Van, denk van ja, daar wil ik wel mijn vak van maken. En toen ben ik op mijn 28ste opnieuw naar school gegaan in Apeldoorn. En daar mijn opleiding gedaan. Aan de Foto- en Filmacademie? Fotovakschool. En toen heb je je vak van gemaakt en hoe kom je dan aan werk? Waar ben je begonnen? Dus bij Sowot. Ja, hoe kom je aan werk? Dat is gewoon heel hard aan de gang gaan en proberen opdrachten binnen te halen. In het begin deed ik van alles. Portretten van families, trouwreportages. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, ik moet toch een beetje mijn keus maken. Toen is bedrijfsfotografie is zeg maar mijn ding geworden. Bedrijfsfotografie. Je gaat naar een bedrijf toe en wat leg je dan vast op de foto? Het kan zijn van, ja, gek gezegd, van potten pindakaas tot en met directeuren en alles wat ertussen zit. Voor hun magazine of voor hun advertentie? Ja, vooral. En tegenwoordig is het heel veel producten voor de website. Portretten worden vaak gebruikt voor columns bij digitale kranten. Je kan ook denken aan filmpjes maak ik tegenwoordig en dan is het van om voor een bedrijf te vertellen, oké, wij hebben deze activiteit van met deze diensten zijn wij onze klanten van dienst. Nou ben je natuurlijk nog uit de tijd dat je rolletjes ergens in moest doen en weer uit en zo. Dan wordt dat überhaupt nog gedaan eigenlijk? Er zijn nog liefhebbers die dat doen. Professionals weet ik niet of die dat nog doen. Maar alles gaat gewoon via de digitale camera, alles wordt gedaan via de computer. En ja, het oude vak met de zwart-wit films, ja, dat is natuurlijk waanzinnig leuk. Maar ja, dat wordt denk ik alleen maar hobbymatig gedaan, denk ik hoor. Vind je het een hele grote vooruitgang dat alles nu digitaal kan? Zijn de resultaten beter? Het is anders. Ik vind het niet echt een specifieke verbetering. Het is anders. Voorheen was ik, toen ik nog zelf zwart-wit afdrukken maakte, was je natuurlijk een nodige tijd bezig om zeg maar een mooie bewerking zeg maar in de doka te maken. En nu is het zo van, je maakt je foto, je gaat achter de computer. Ja. En probeert via het computerproces een mooi zwart-wit beeld te krijgen. Maar zeg je vaak zwart-wit. En ik weet dat jij met een heel groot project bezig bent. Gouwenaars en hun bekende favoriete plek in Gouda. En dat zijn allemaal zwart-wit foto's. Ja, met zwart-wit heeft me eigenlijk een stukje voorliefde. Omdat het met zwart-wit gaat het echt om het beeld. Het is niet de emotie van kleur wat je hebt. Maar dat is echt gewoon ja, de figuratie wat je ziet in het zwart-wit beeld. En dat vind ik belangrijk om te laten zien, zeg maar. Je hebt ooit een oproep geplaatst en je zei van, ik wil Gouwenaars hebben op hun favoriete plek in Gouda. En dat wil ik vastleggen. Wat is de raarste plek geweest waar je geweest bent? Nou, ik heb nog geen rare plek meegemaakt. Jammer. Nee, dat komt. Ja, wellicht zijn er mensen die dit ook dan zien en zeggen van, joh, ik heb wel een rare plek. Nou ja, ja. Ik ben nieuwsgierig. Tot nu toe zijn het de plekken die ik wel ken. Hè, maar ik ben bijvoorbeeld ook in mijn serie op bij de vrijmetselarij binnen geweest. Ik wist dat het in Gouda was. Dat mag toch helemaal niet, of wel? Tuurlijk wel. Oké. Okay. Die mensen hebben best wel een open cultuur inmiddels. Ik was daar nog nooit binnen geweest. Maar ik vond het best wel leuk om eens een keertje te zien. Het is niet vanzelfsprekend dat je daar binnenkomt of zo. Ik heb met Marien Brand op het dak van de wagen staan. Het is niet vanzelfsprekend dat je op het dak van de wagen staat. Maar dat zijn wel dingen die het project voor mij
wel heel erg leuk maken. Uitdaging, ja. Want je staat ook wel eens 's morgens om 7 uur op het station. Dat was laatst met Ranti. Ja. Die neemt elke morgen vanuit Gouda de trein zo even over 7 uur. En na zijn dubbele espresso op het perron gedronken te hebben. Nou goed, dat is zijn ritueel, zijn punt en ook zijn verhaal. Dus ja, vroeg het bed uit om 7 uur die foto te maken. Ja, dat snap ik wel. En je hebt nu meer dan, je hebt 56 portretten, 55? 55 nu gepubliceerd. Van het weekend op je website? Ja. Er is een website en die heet? Mijn website is gewoon hermanbuurman.nl. Ja? En op Facebook kunnen mensen het bekijken op Mijn Plek in Gouda. Mijn Plek in Gouda, daar gaat het ook om. Want dat vind je belangrijk om dat vast te leggen. En jouw streven is 200 Goudenaars? Ja, ik had zoiets van om een beetje een verhaal. Hè, want door middel van mijn foto's probeer ik een verhaal van Gouda te maken. Dus niet alleen de mooie plaatjes van het stadhuis, de Waag. En nee, maar dat is bekend. Dat staat overal al. Ja, ik ben op zoek naar de mens die zeg maar een mooi verhaal heeft met een bepaalde plek. Het kan. Ik ben op de Sint-Janstoren geweest, op het dak van de Waag. Het kan gewoon op de markt zijn. Ik heb de oude begraafplaats gestaan. Bij de afslag van de A12. Het was een ondernemer die blij was dat de afslag niet gesloten werd. Nee, en dat meen je niet. Ja, die was gewoon heel erg blij dat de toegang tot Gouda was. En die wilde daar per se gefotografeerd worden. En dat doe jij dan? Ja. Jij gaat overal in mee. Je krijgt van iedereen natuurlijk ook een verhaal. Als het maar binnen de stadsgrenzen van Gouda is. Ja, want het gaat om Gouda. Ja. Gouda nu. En wat doe je nog meer? Behalve fotograferen, heb je nog tijd voor een privéleven? Want ik zie ook, je hebt ook allerlei boeken heb je aan meegewerkt. Nou, dit zijn een aantal boeken die hiervoor liggen. Dit gaat natuurlijk ook een beetje over de geschiedenis van Gouda. Ja. Ik heb aan een fotoboek mogen werken over Goudse kleipijpen. Jazz Experience. Een oud kunstenaar die inmiddels helaas overleden is, Cees Vlag. Ooit met 2 collega's een fotoboek van Gouda mogen maken van Jan van Lokhorst. Zijn boek Esther. Voor het Groene Hart Ziekenhuis heb ik mee mogen werken aan een kookboekje. En er zijn er nog wel meer boeken waar ik in het Goudse aan heb mogen werken. En dat zijn gewoon leuke dingen om te doen. En daar ga je gewoon ook mee door. Absoluut. Mensen kunnen zich aanmelden. We zullen straks bij het filmpje erbij zetten waar ze zich kunnen aanmelden. Dit was Goudenstad Informatief. Heel graag tot een volgende keer.